Bescherming van het milieu is niet alleen de verantwoordelijkheid van een regering, maar van elke burger. Dit gaf Winston Lakin, presidentieel adviseur milieu, aan tijdens de certificaatuitreiking van de training onderzoeksjournalistiek van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Lakin zegt dat niet alleen de regering, maar ook het bedrijfsleven en de media een belangrijke taak hebben wanneer het om milieubeleid gaat. De milieuambassadeur wijst er verder op dat Suriname vanaf de jaren 40 wetgeving heeft op het gebied van milieu. We hebben echter nog geen raamwet, benadrukt hij. Dat is een parapluwet waar je alles het milieu rakende aan kan ophangen. Naar zeggen van Lakin ligt er een initiatief milieuraamwet bij het parlement. Het parlement heeft deze verantwoordelijkheid op zich genomen. We hebben een aantal meetings al gehad en binnen een hele korte tijd moeten we een milieuraamwet hebben waardoor het voor Surinamers, maar ook mensen die zaken willen doen met Surinamers, een duidelijk beeld hebben over de juridische structuur die er is. Coördinatie milieu is bezig om te plannen. We moeten een organisatiestructuur hebben, de methodologie en het wetgevingskader dat dit vehikel moet helpen rijden. Wetten zijn belangrijk. Wetten voor ons zijn verbonden aan verdragen. Ik heb gezien wat de vraagstukken zijn. Quick voor mij is gewoon een ander woord voor gif. En het is dodelijk. Quick dood. Quick import, zoals aangegeven, is niet verboden. Het staat op een negatieve lijst. En wat gebeurt? We hebben een onderhoud met de minister van HI. Om dit te wijzigen. Maar wat het bedrijfsleven doet, Quick staat onder een code. En onder zo'n code heb je tig andere producten die daaronder vallen. En daar moet een scheiding van plaatsvinden, zodat je heel concreet Quick kan aanpakken. Lakin geeft aan dat Quick niet alleen in de kleinschalige mijnbouw voorkomt, maar ook in Paramaribo, waar goudsmederijen bezig zijn. De milieuambassadeur heeft inzage gehad in wetenschappelijke rapporten die zeer verontrustend zijn over voorkomens van hoge gehaltes kwik bij zwangere vrouwen en in moedermelk. Stel je voor dat wordt ingenomen door baby als eerste product, krijg je al kwik binnen. Een verantwoordelijkheid van ons allen. Er wordt al honderden jaren gedaan aan goud en kwik kan. Zie je niet de kan. Maar de wijze waarop Krasalgo is een van de voorbeelden, als het maar in een gesloten circuit blijft en goed gecontroleerd wordt, kan het werken. We hebben hier gezien net het voorbeeld ook wat we gedaan hebben, waar we awareness, en daar heb ik de media nodig, en ga ik precies erop komen op welke wijze ik met jullie wil werken. Wanneer we de mensen die in de sector zelf bezig zijn, gebracht hebben om te gaan zien, te kunnen zien, China Bribi, dat het kan met een veel hogere productie, veel efficiënter, zonder kwik. Hebben de jongens die we gebracht hebben gestaan, hebben bij een shaky table, hebben we 1 uur 4,2 kilogram goud gezien. Dus het kan. We beginnen volgend maand met een pilot in het district Bokopondo, Benstorp, plekken waar ze zelf werken, om ze te laten zien hoe het kan. En ik nodig direct de media uit, want we gaan tweede helft april met een grotere groep weer naar Frans-Guyana voor een dag. En we willen jullie heel graag erbij hebben, zodat jullie kunnen helpen de boodschap te vertalen naar de samenleving. Tot zover milieuambassadeur Winston Lakin afgelopen vrijdag bij de certificaatuitreiking van de training onderzoeksjournalistiek van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Hij heeft beloofd de onderzoeksresultaten van de trainees verder te zullen bespreken. Lakin kijkt uit naar een hechte samenwerking met de groep die de training succesvol heeft afgerond.